Het is bijna unaniem. 98% van de stemmers op napeil.nl vindt het een schande om ouderen die vaak vallen extra te laten betalen. Slechts 2% vindt dat terecht. Belachelijk. Ik vind het onmenselijk. Je vraagt het toch niet om? Je bent zelf ben je invalide en daar vraag je niet om. En nou, ik vind het een schande, ja. De angst bestaat dat mensen natuurlijk niet meer op die knop drukken als je weet dat geld gaat kosten. Geld gaat kosten, dan ga je niet meer op een knopje drukken, nee. Ja. Nou, ik heb zo'n klein telefoontje bij me met 112 en dan bel ik die maar. Ook bij de ouderenbond AMBO hebben ze geen goed woord over voor de extra rekeningen die veel vallers krijgen. Het is belachelijk dat je moet betalen als je vaker dan 3 keer valt. Als je een abonnement hebt, moet je je ongeremd voelen om te kunnen bellen bij nood. Want mensen betalen al een abonnementsprijs, hè, voor dat kastje om de nek. Ja, als je een abonnement hebt, dan moet je gewoon kunnen bellen. Als dat niet uit kan, dan moet misschien de abonnementsprijs iets omhoog. Want de angst is, mensen drukken niet meer op die knop als ze weten dat het extra geld gaat kosten. Nou, misschien is dat zo inderdaad, dat mensen denken, er komt straks wel iemand en ik wacht wel even. Het gaat erom, vallen is nood en bij nood moet je kunnen bellen als je een abonnement hebt. In de online reacties komt Marianne met een suggestie. Nog even en we kunnen onze opa's en oma's met hun verjaardag een tegoedbon geven. Een 10-rittenkaart om te vallen. Laat ook jouw mening horen op napeil.nl.